heel gek. Je verwacht eigenlijk, je wil eigenlijk een grote opening houden en je verwacht dat er heel veel mensen zijn. Ja, de eerste periode, maar het is toch allemaal net iets anders. Welkom, kom verder. Ondernemen in de coronatijd is niet makkelijk. En dan iets nieuws beginnen, dat is nog moeilijker. Laat staan als het een hotel is. Nou, een jong stel van 24 deed het. Zij zijn hier een hotel begonnen in deze oude pastorie. En dat deden ze begin deze maand. We hebben 7 kamers en 2 suites. En we kunnen 18 gasten onderbrengen in ons hotel. 1 mei zijn we open gegaan. We zijn eigenlijk al 8 maanden bezig met het verbouwen van het hotel. Door de corona hebben we wel echt veel annuleringen gehad in mei. Maar zo, er blijven nog wel gasten komen, dus dat is fijn. En wat voor gasten komen er nu nog wel in de coronatijd? Toch wel mensen uit Rietoven, die heel nieuwsgierig waren. Die alles vanaf ver hebben meegemaakt en toch een nachtje willen binnenkijken. Een hotel openen in de coronatijd, hoe is daarop gereageerd? Nou, mensen die vonden het wel gek dat we open gingen. Maar ja, hotels die mochten gewoon open gaan. En we hebben zo hard gewerkt dat we ook gezegd hebben, want dan gaan we ook gewoon open. We gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Maar we moeten niet bij de pakken neer gaan zitten en gewoon positief blijven. Want over een tijdje zal het ook wel weer weg zijn. Nou ja, als mensen op vakantie gaan in eigen land, dan komen ze ook bij jullie uit. Ja, dat hopen we wel. We hopen dat mensen hier ook de mooie regio willen ontdekken. Want ja, de Kempen en Brabant heeft gewoon veel te bieden.